Hallo allemaal. Ik ga vandaag een kort fragmentje voorlezen uit het woord spectaculair beloofd van Zita Teunink. Die avond, 19:30. Ik liep de supermarkt binnen. Het hekje ging vriendelijk voor me open. Ik liep langs de rekken en plots stond je daar. Eenzaam tussen de rekken. Je haar wild op je hoofd. Je was druk bezig de voor- en nadelen tussen twee producten af te wegen. Twee producten die eigenlijk allebei gewoon pasta waren. Ik dacht, zijn dat niet gewoon slierten en minder dikke slierten? Maakt dat eigenlijk uit? Maar jij twijfelde, dacht na, woog af, bewoog met je hoofd van de ene naar de andere kant, fronste je wenkbrauwen en maakte uiteindelijk de weloverwogen keuze voor de linguine. Ik was gefascineerd. Je droeg nog dezelfde jeansshorts en een strak zwarte topje dat elegant je gespierde schouders accentueerde. Je had meteen 5000 vragen. Ik had meteen 5000 vragen over die gespierde schouders. Je droeg losse klompjes aan je voeten. En ik vond je nog even mooi. Daarna ging je naar de groente- en fruitrayon. Zonder nadenken volgde ik je. Ik zag hoe je met zorgvuldige toewijding elke nectarine betastte. Daarna legde je doelgericht champignons, courgettes, venkel en spinazie in je mandje. Ik volgde je naar de broodafdeling. Daar raakte je bijna je hand kwijt in de snijmachine. Na 20 wonderbaarlijke minuten kwam jij aan de kassa met nectarines, champignons, 4 courgettes, een venkel, een zak spinazie, een pot zoet-zure augurken, linguine uiteraard, pecorino, zachte kaas, volle melk, brood, 3 flessen wijn, gezouten pindanoten, chocolade, een pak chocoprinskoeken, pindakaas, koffie en een fles shampoo van het huismerk. Ik kwam achter jou, met in mijn handen enkel een maxidoos in legkruisjes. Dat besefte ik pas een minuut later, toen ik de doos voorzichtig op de band legde. Een oude man was ondertussen aan het afrekenen. We stonden achter elkaar aan de transportband. Terwijl jouw boodschappen één voor één vooruitgeschoven en mijn item geluidloos in jouw gezichtsveld kwam. Toen besloot ik de aandacht af te leiden door te zeggen: wauw, dat is een mooie verzameling eten. Een wanhoopstaat die eigenlijk zijn gelijke niet kent. Mijn maxidoos inlegkruisjes lag erbij en keek ernaar. Jij draaide je hoofd om. Je keek naar mij. Een dikke frons lag als een rups net boven je ogen. Je was geïrriteerd. En het stond je. Ja.